Een vervroegde nieuwjaarsduik vrijdagochtend in de Lentse Plas. Zorgverleners van het ALS thuiszorgteam duiken voor het glazen huis. Elke dag zien zorgverleners van het ALS thuiszorgteam wat ALS met mensen doet. Om de actie van Serious Request te steunen, wordt er vandaag een frisse duik genomen in de Lentse Plas. TVN Zorg is de enige zorgorganisatie in Nijmegen met een gespecialiseerd ALS thuiszorgteam en zet zich daarom graag in voor deze actie. Dus ik ben een van de organisatoren. Omdat natuurlijk toen wij hoorden dat het glazen huis dit jaar voor Stichting ALS was, toen vonden wij eigenlijk van ons thuiszorgteam ALS dat wij hier zeker aan mee moesten doen. Dus we hebben dit op touw gezet en ik ben vandaag het water ingegaan. Deze actie werd aandacht gevraagd voor ALS en is er geld ingezameld. Hiermee kunnen er stappen gezet worden om deze ziekte te bestrijden en de zorg voor mensen met ALS te verbeteren. Ik ben zelf ALS-patiënt. Ik heb 2 jaar geleden de diagnose ALS gekregen. Dat betekent eigenlijk statistisch gezien dat ik ergens tussen 1 en 3 jaar heb. Ik heb met mijn vrouw afgesproken dat ik er zeker nog 10 jaar blijf. Daar hopen we op. Er is op dit moment nog veel onderzoek nodig. De hoop is dat ALS in de nabije toekomst een behandelbare ziekte wordt. Het onderzoek wat nu loopt is niet meer voor mij, maar we hopen dat de volgende generatie, dat op zijn minst ALS vertraagd wordt, dus dat je langer kunt leven. En het mooiste zou zijn als er een oplossing wordt voor gevonden, zodat mijn spieren niet uitvallen. Links kan ik al bijna niks meer en rechts wordt ook al minder met mijn handen. Ondanks de regen was er een grote opkomst bij de Lentse Plas en is er ruim 17.000 euro opgehaald. Nee, daar hield ze absoluut niet tegen. Ja, we gingen toch het water in, dan werd je toch nat. Ik heb echt niemand gehoord die zei, nee, ik ga niet, want het regent. Er waren zoveel mensen die we niet wisten dat ze zouden komen. Dus ze waren alleen maar gemotiveerd. Er hadden er 100 zich ingeschreven. Dus dat is ook wel wat we verwachten wat meegedoken heeft. En nou ja, we hebben natuurlijk ook nog wel publiek langs de zijlijn gehad. Dus ja, geslaagde actie. Nijmegen nog leuker en mooier maken. Die opdracht kreeg een grote groep leerlingen van het ROC. Niet per se op vrijwillige basis, want het maakt deel uit van hun maatschappelijke diensttijd. Donderdag namen zo'n 1000 leerlingen de stad even over tijdens de eerste City Takeover. Ik vind het echt superleuk dat jullie er zijn. Ik weet niet of dat het voor jullie helemaal vrijwillig en gezellig is dat jullie er zijn. Geldt het ook voor jou? Is het een idee van school? Ja, we moesten vanuit school hier naartoe, maar uiteindelijk is het natuurlijk altijd leuk om iets goeds te doen voor andere mensen. Bij deze studentenvereniging worden kerstpakketten samengesteld door scholieren. Die kerstpakketten gaan we dus uitdelen aan onze buren. De buren hebben soms geluidsoverlast van ons, dus we willen nu iets gezelligs met hen doen en iets leuks aan hen geven. Jullie hebben ruzie met de buren door feestjes en dan laat je de scholieren kerstpakketten inpakken. Nou, ruzie met de buren is een beetje een groot woord hoor, maar af en toe krijgen we wel even een belletje inderdaad. Maar het grootste deel van de kerstpakketten gaat naar mensen in armoede, zoals dak- en thuislozen. Het is gewoon denk ik heel tof om naar hen om te kijken en ja, gewoon hen even te zien echt. In het Radboud UMC zijn jongeren bezig met het maken van kerstversieringen voor de patiënten. En dat allemaal onder de noemer maatschappelijke diensttijd. Maatschappelijke diensttijd is een programma voor en door jongeren, waarbij zij zich kunnen inzetten voor de samenleving, iets doen voor een ander, werken aan hun eigen talenten en betekenisvolle ontmoetingen doen. Hoi, goedemiddag. We zijn bezig met een evenement in Nijmegen en willen u graag wat toereiken. Dat is toch een verrassing, meneer, of niet? Hartstikke leuk, die verrassing, ja. Het is wel een betrokkenheid en zo, dus dat is leuk met de jonge generatie. Hele fijne feestdagen. Doeg! Je kan appels niet met peren vergelijken, maar je kunt wel van beide stroop maken. Dat is dan ook de dagelijkse bezigheid van meneer Appel, die een mobiele stroopstokerij beheert. Vandaag staat hij in Ressen, maar hij is al een groot deel van Gelderland doorkruist om stroop te maken op locatie. Ik ben appels en peren aan het schredden en aan het einde van het traject is het stroop. Slans, of zelfs 's werelds eerste mobiele stroopstokerij, was een spontaan Eureka-moment. Ik zat met een vriend van mij thee te drinken, met een andere vriend van mij. Toen lazen we in een krant dat er 500.000 kilo, ik weet niet of dat echt zo was, peren werd weggegooid in Nederland. En toen dachten we van, ja, wat kan je daarmee doen? Zullen we daar een stroopmachine van maken? En toen hebben we een formulier ingevuld, hebben we geld gekregen van de provincie Gelderland.
en van het riviergebied. Ja, en toen dachten we van oké, dan gaan we die machine maar bouwen. Het vergaren van het juiste fruit doet de stoker niet zelf. Ja, dat wordt dan gedaan door de fruitteler. Die kijkt of die welk fruit hij kan verkopen en wat niet. Of wat eigenlijk industriefruit is. En dan maken wij voor de fruitteler stroop. En dan kan hij het verwaarden. Bezoekers worden niet gelijk verwelkomd met de geur van de verse ambachtelijke stroop, maar met... heel veel stoom, want wat we gaan doen is natuurlijk... hè, op een gegeven moment houden we nog maar 10% over van het originele product, dus van de peer. En aan het einde van de dag heerlijke stroop. Vergeleken met een traditionele stroopstokerij is er op het gebied van nijverheid maar weinig anders. Ja, als je ambachtelijk bedoelt, dan zit er geen verschil in. Alleen ons procedé is anders. Dus wat wij doen, wij hebben denk ik een derde van de tijd maar nodig om stroop te maken ten opzichte van een ambachtelijk iemand. Dat komt omdat wij een aantal vernuftige dingen hebben verzonnen, waardoor we het proces konden versnellen. We hebben dit jaar echt gezien dat we een aantal dingen moesten verbeteren. Dat hebben we gedaan. Nou, volgend jaar weet ik niet wat er gaat gebeuren. We zijn de afgelopen jaren steeds minder vlees gaan eten. Dat blijkt uit onderzoek van de Wageningen Universiteit. Maar zien we dat ook terug aan het kerstdiner. Hamblokjes, filetrollade, nog eentje voor de grote honger. Pak straks twee pannen en dan braad ik het gewoon tegelijk. Al vroeg waren zij vanochtend op pad voor de laatste kerstinkopen. We zeiden we gaan om 8 uur, maar wij waren niet de enige die dat dachten. Dus het was zo druk. En dat was ook te merken bij de slagerij in Zetten. We hebben dus 3 zondagen. Ik ga eerst een biff bourguignon maken. Dan gaan we eerste kerstdag iets van kip en tweede kerstdag een lekker beenhammetje. Wij doen een winterbarbecue. En een salade, ik maak zelf een salade. Beef Wellington staat op tafel. Heel lekker. Het was een wens van de kinderen al een paar jaar en nu gaat het gebeuren. Maar ook bij de slager wordt wel eens om vegetarisch gevraagd. Een consument die vroeg om een vegetarische rollade. Dat klinkt mij niet heel bekend in de oren en daar kunnen we hem dan ook niet aan helpen. Minder is goed. Het hoeft geen 7 dagen in de week. Als je vlees kiest, kies dan een verhaal. Dat is waar wij voor staan. Er zijn wel steeds meer alternatieven. Ja, je ziet nu in de supermarkt vooral heel veel dat er echte vleesgerechten geveganized worden. Dit is een plantaardige beef Wellington. Het is op basis van vleesvervanger en paddenstoelen. Het lijkt of ik hier uren voor in de keuken heb gestaan, maar deze is dus kant en klaar te koop. Google welk kerstrecept je wilt maken en zet daarvoor vegan of vega. En je hebt zo een recept te pakken waarin je het vegetarisch kunt maken. Ik heb wel een dochter die vega eet, maar met de kerst hoef ik... Nee, doe ik dat niet. Hey, dankjewel, doei. Het weerbericht kunnen we eigenlijk wel overslaan, want veel verandering zit hier momenteel niet in. Vanavond blijft het flink waaien en vannacht zal er weer de nodige regen vallen. Ook morgenochtend blijft het in de regio nog even regenen. In de middag neemt de kans hierop iets af, maar in de avond trekken er weer nieuwe buien over. Het wordt hierbij zo'n 11 graden. De dagen erna blijft het wisselvallig, maar er zijn van tijd tot tijd ook wat droge periodes. Vooral zondag is het erg zacht met 13 graden. En in de nacht na eerste kerstdag koelt het zelfs niet verder af dan een graad of 10. Ook na de kerst blijft het wisselvallig en wordt het langzaamaan weer iets koeler. Maar van echt wintersweer is er voorlopig geen sprake. Tot zover het RN7 regionieuws van vrijdag 22 december. Wij gaan er heel even tussenuit voor de feestdagen. Maar het laatste nieuws kun je natuurlijk altijd terugvinden op onze website rn7.nl. Maandag 8 januari zijn we weer bij je terug met de dagelijkse uitzendingen. Dus voor nu wens ik jullie allemaal hele fijne feestdagen. En alvast een gelukkig en gezond 2024.